Waarom mentaliseren moeilijk kan zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om te begrijpen wat je zelf echt denkt of voelt. Vooral als emoties of spanningen oplopen, kan het moeilijk zijn om te begrijpen waarom je voelt wat je voelt en doet wat je doet. Dan is het ook lastig om open te staan voor wat er bij de ander aan de hand kan zijn. Je kunt helaas niet zien wat iemand denkt of voelt, je ziet alleen de buitenkant. Je bent dus genoodzaakt om je een beeld te vormen van gedachten en gevoelens van anderen. We vergeten ook wel eens dat de ander ook niet aan ons kan zien wat we denken, willen of bedoelen. Veel meegemaakt? De betekenis die je geeft aan gedrag wordt vaak beïnvloed door wat je in je leven hebt meegemaakt. Als je bijvoorbeeld vaak in de steek gelaten bent, kun je eerder verwachten dat anderen je ook in de steek gaan laten. Stel je voor dat je een afspraak hebt met een vriendin die te laat komt, dan kun je sneller denken dat deze vriendin je beu is. Je verleden kleurt dus de betekenis die je geeft aan het gedrag van een ander. In dit geval het te laat komen van je vriendin. De betekenis die je aan iemands gedrag geeft bepaalt welke emoties het bij je oproept. Deze emoties bepalen vervolgens hoe je reageert. Stel je in dit geval voor dat je bedenkt dat je vriendin het druk heeft en wel zo zal komen. Zouden je emoties en reacties dan anders zijn? Problemen tussen jou en anderen hebben dus vaak ook te maken met je eigen ervaringen. Het is lastig om je daar voortdurend bewust van te zijn. Ben je zelf duidelijk? Het is niet gemakkelijk om te zeggen wat je echt denkt of voelt. En als er voorheen niet goed op je gevoelens is gereageerd, is het nog moeilijker. Dan kan er angst ontstaan om bijvoorbeeld uitgelachen, veroordeeld of gekleineerd te worden. Dit maakt duidelijk zijn lastiger. Wat kan het gevolg zijn van niet goed mentaliseren? Je begrijpt jezelf minder goed. Je denkt dat dingen je zomaar overkomen. Je hebt het gevoel dat je geen grip hebt op situaties. Je maakt veel misverstanden mee. Je hebt het gevoel dat niemand je begrijpt of om je geeft. Anderen voelen zich niet gezien door jou. Je reageert vanuit je emoties en gaat pas later nadenken. Het lukt je niet om stil te staan bij je emoties en grenzen. Door de optelsom van al deze gevolgen kun je overspoeld raken door je emoties en het gevoel krijgen dat je vastzit. Wat gebeurt er als je vastzit in een heftig, problematisch, pijnlijk en vaak onduidelijk gevoel? Het kan zo zijn dat je een dramatische, ingrijpende of zelfs schadelijke weg zoekt om daaraan te ontsnappen, bijvoorbeeld door drugsgebruik of zelfbeschadiging. Als je vastzit in een heftige emotie, ben je niet meer in staat om helder te denken. Het lukt dan niet meer om een goed beeld van jezelf, de ander of de situatie te maken. Je reageert dan vooral vanuit je directe emotie. Zo'n emotionele staat brengt veel schade toe aan jezelf en je relaties. Het is daarom belangrijk om zo kort mogelijk in een dergelijke staat te zijn. Therapie helpt daarbij. Mentaliseren kun je leren. Daarvoor moet je oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Hiervoor heb je een veilige omgeving nodig met mensen die je steunen en om je geven. Dan kun je je kwetsbaar opstellen en openstaan.